Voorzitter, commissaris, collega's. Sterkere samenwerking en afdwingbare internationale afspraken is het enige effectieve antwoord op de angst die globalisatie en internationalisering heeft losgemaakt. Alleen zo zullen we onze manier van leven en onze sociale welvaartsstaten kunnen beschermen. Daar ben ik echt van overtuigd. Een goed voorbeeld daarvan is fiscaliteit. Enkel door samen te werken kunnen we het net rond belastingontduikers en belastingparadijzen sluiten en agressieve belastingplanning aanpakken. De laatste jaren leek ook op wereldniveau het besef gegroeid dat er minstens grenzen moeten worden gesteld aan de moordende belastingconcurrentie waarmee landen elkaars inkomsten afsnoepen. Maar met Trump als toekomstig tax evader in chief en de Britten in Brexit rules the wave modus dreigt die internationale beweging tot een abrupt einde te komen. En net daarom moet de Europese Unie haar verantwoordelijkheid opnemen en haar rol in zaken fiscale samenwerking en transparantie voluit op zich nemen, zowel op wereldniveau als binnen onze eigen interne markt. Het wetsvoorstel van vandaag vult daarbij een kleine, maar belangrijke lacune in de bestaande samenwerking in zaken belastingzaken tussen lidstaten. En ze zal helpen om ondoorzichtige tussenconstructies à la Panama Papers bloot te leggen. Maar toch is er nog veel meer nodig om echte fiscale rechtvaardigheid binnen de Europese Unie tot stand te brengen. Ik denk daarbij ten eerste aan de gemeenschappelijke lijst met belastingparadijzen. Die mag absoluut geen afgezwakt compromis worden en moet gepaard gaan met reële sancties. Ten tweede, de belastbare grondslag voor de vennootschapsbelasting die moet worden geharmoniseerd binnen Europa. En ten derde, de race to the bottom in zaken tarieven voor de vennootschapsbelasting die moet een halt toegeroepen worden. Voorzitter, collega's, de democratie staat onder druk op alle beleidsniveaus, zowel supranationaal als nationaal, door de toegenomen ongelijkheid en opdeling in onze westerse maatschappijen. Laten we onszelf alsjeblieft niet wijsmaken dat we die onvrede gaan oplossen met de oude nationale recepten van belastingsoevereiniteit, waarmee we onder elkaar veren schieten tot er niets meer overblijft om te herverdelen en beleid te voeren. Dank u.